conserveert, restaureert, dingen bekijkt. En kan het wel mee, kan het wel hangen, kan het niet hangen. Is het beschadigd, is het niet beschadigd. Moet je die beschadiging wel weghalen en vernieuwen of verbeteren. Dat is mijn vak een beetje. Wat ik niet weet is hoe lang die hier hangt zonder ooit schoongemaakt te zijn of opgeknapt te zijn. Dat weet ik niet. Maar laten we zeggen dat die plusminus zo'n 50 jaar hier al eigenlijk zo hangt. Het is toen ook gerookt hier. Dus als je kristal op beet pakt, het is ook niet... Ja, kijk, deze hangen laag. Maar het is stroef. Hè? Het is echt stroef van het vuil. Ja, dat wordt straks ook allemaal schoongemaakt. En dan schittert het weer. Dan is het echt één blinkende massa. Ja, wat je mooi vindt of niet, maar het hoort hier wel bij het interieur. Ja. Het verschil moet je eens voelen. Dit hangt dieper weg, aan die kralen moet je eens voelen hoe stroef dat is. Oh ja, dat is echt vies. Ja. Er ligt net wat hier aan vast zit. Dat moet vernieuwd worden, moet veranderd worden met de eisen van deze tijd. Dus krijg je het probleem van neon, zuinigheid en noem maar op, dus ledlicht. Nou, ledlicht is mogelijk, maar niet echt mogelijk voor deze kroon. Het geeft niet die glans en lichteenheid die je van een kroon kan verwachten. Dus gaan we weer terug naar elektriciteit, in die zin naar een normale lamp. Dit noemen ze plakken. Dit zijn kristalplakketten. Dit zijn kralen. Dit zijn pegeltjes. Die zie je ook aan de kaarsen hangen. En dat bij elkaar zal toch ongeveer zo'n 100 kilo wegen.